De meeste van jullie kennen deze bekers al. En daar hebben wij nu wat hele leuke spelletjes mee bedacht. Je gooit hem, hij stuit het één keer en dan moet je hem vangen. Hoe ver denk je dat we kunnen? Dit is hem, de 3 trampoline. Jadap, een hele goede morgen jongens en meisjes. Vandaag sta ik weer aan de verkeerde kant van de balie. Want JumpXL is nog steeds dicht. Gelukkig hebben wij een hele lieve Nigel hier die me naar binnen heeft gelaten. Dankjewel. En wij gaan vandaag een beetje op 1,5 meter afstand van elkaar weer lekker klooien. En we zijn nu bezig met een bekerspelletje. En de meeste van jullie kennen deze bekers al. Dat zijn eigenlijk de hele standaard bekers waar je als kind altijd uit drinkt. Want de reden daarvoor is... ze gaan niet kapot. En daar hebben wij nu wat hele leuke spelletjes mee bedacht. Want kijk, wat het namelijk is, Nigel kan een beker gooien, maar hem dan een draai geven waardoor hij recht blijft. En dan kan ik hem soms vangen. Kijk, hoppakee. En dan kan ik dat dus ook weer terug doen. Hoppakee. En zo zijn we dit over aan het gooien. Oké, en dit is dus een upgraded versie ervan. Je gooit hem, hij stuit het één keer en dan moet je hem vangen. En dat was heel knap dat dat lukte. Normaal stuit hij recht omhoog, maar dit was gewoon puur luck. Wow. Het is zo raar dat dit lukt, maar het lukt wel gewoon vaker dan we dachten. Ja, doe hem met stuiten. Nee, deze gaat heel scheef. Oh nee, hij gaat heel recht. Oh, kut. Ja, top. Ik heb hem wel. En als je in je eentje bent, kan je deze oefenen. Beker eronder, rondje gooien in de bovenste. Onder gooien, in de bovenste. Onder gooien. In de bovenste. En dat de hele tijd door. Ik heb ook een paar van deze bekers nu thuis staan, zodat ik thuis ook kan oefenen. Want het is oprecht leuk om gewoon zo'n soort tricks op te oefenen. Trouwens, deze heb ik dus nu altijd mee. En ik kan het al redelijk goed, maar niet zo goed als Nigel. Want Nigel laat zien. Dit is zo kut. Hij kan het gewoon altijd. Nou ja, dat was te stoer. Ja. Dat was te stoer. Maar moet je kijken, ik kan zo. Alleen ik sla te hard. Je houdt hem wel op één plek. Ja, alleen dan sla je eerder te hard en dan is het kak! Oh, lamp. Maar best wel sick toch, dat het nu lukt. Ja, het is echt heel nice. Oh, what the? Oh. Hij telde bijna. Hij telt. We zijn even het park ingelopen, want we gaan de beker trickshots van zo groot mogelijk afstand doen. Ja, ik denk die 3 trampolines dat wel maximaal is wat we halen. Want die dingen zijn niet heel zwaar en je moet je ook nog met een draai gooien. Oeh. Dus dat maakt het ook wel lastiger. Oké, we beginnen wel op 2. Oeh. Oh ja. Ja hoor. Heen en weer is 1 stap naar achter. Kut! Nee! Ja, die moet je hebben. Ja. Ja! Oké, doe maar 1 stap naar achter nog weer. Oh. Ja! Dat is 1. Ik kon er niet bij. Ja. Nice. Ja, die is perfect. Woo! Dit is echt fair. Oh! Oké, ja? Ah, die is kut! Ah! Got it! Dat telt. Er stond ook nog een ding achter. Ja, daar. Ja. Nee, die was perfect! Ja, dat is hem. Lekker. Dit is hem. De 3 trampoline. Oh shit! Gaan we wel. Pak nu de rolplan. En nu de lift. Ja, dat is 1. Fuck.
Zo hebben wij nog een spelletje bedacht in een trampolinepark waar je afstand houdt. We hebben namelijk even 3 tapejes op deze grond op de grond gedaan. En dit zijn vakken. En je moet in je eigen vak blijven en we spelen de bal over. Je mag de bal maar 1 keer aanraken en dan moet hij dus naar iemand anders toe. De vakken lopen tot de buitenste rand. Zeg maar, dit is zo mijn vak. Nou, dat is dan bijvoorbeeld Dennis' vak en dat is Nigel's vak. Je mag hem 1 keer aanraken en hem dus naar een ander vak spelen. Als die in jouw vak stuitert of als je hem 2 keer aanraakt of buiten de vakken schiet, dan heb je een punt. 5 punten betekent kontje kick. Laten we spelen. En Danny heeft verloren, dus dan komt deze. Nu mag Nigel nog een keer schieten. Even volle poeier gewoon. Oh. We gaan weer verder. En 3 keer raden wie de weerde Sjaak is. Knallen maar. Die was zo scheef. Genoeg gevoetbald voor vandaag. Laat ik maar daadwerkelijk even wat salters doen. Triple full ga ik weer doen. En ik ga proberen of ik triple naar triple full nog kan. Dus voor de mensen die eigenlijk helemaal niet met salters zijn. Want er zijn heel veel autokijkers nu. Trampolines zijn ook best leuk. Probeer het een keer. Maar ik ga een backflip. Dus een achterover salto met 3 draaien doen. Naar een backflip. Dus een achterover salto met 3 draaien. En dit is zo lang geleden dat ik er een beetje tegenop zie. Ik heb gewoon de hele tijd dat corona zeg maar een ding was in de wereld. Heb ik niet gevrierend. Want ik was de hele tijd op wintersport. En toen kwam corona en toen was ik hier af en toe een beetje aan het chillen. Maar ik ben nu gewoon meer bezig met leuke trucjes doen en spelletjes spelen en weet ik wat. Dan dat ik daadwerkelijk aan het trainen ben. Dus het kan nog even duren. Laten we beginnen met een backflip. Dat lukt. Back full. Back dubbel full. Oh, ik snap er al geen reet meer van. Oh joh, dat was ik niet aan het proberen, maar het is wel cool. Oké. Triple full. Nee! Oh. Dit was dubbel naar triple. Ging niet zo goed. Ik voel me echt net een beginner nu, jongens. Dat is moeilijk als ik het vind. Alleen doet een beginner geen triple fulls, maar. Hey, do your awareness. Holy shit. Ik ga even shirt blijven, toch niet een liedje. Ogen dicht. Nee, dat was hem niet. Het was wel beter, ik had weer wat controle in wat ik deed. Mijn conditie is zo fucked up. Telt dat? Ja, 2,5, dat telt dus niet. Oké, laatste keer dat ik ga proberen, want ik had hem net gekund. Als ik hem nu niet doe, dan ben ik gewoon pussy. Ja, fucking scheef. Maar ik heb hem wel. Lekker. Nu kan ik weer een week niks doen. Voordat ik weer iets van beweging ga doen. We hebben gewoon nog, denk ik, 3 uur lang dat voetbalspel gespeeld. Het is nu 12:15. En Anna, die heeft denk ik ergens een slaapplekje gevonden. Want die was om 10 uur al heel moe. We waren hier om 8:30. Om 10 uur was Anna zo moe dat ze wilde gaan slapen. En het is nu bijna 12:30, dus. Aww. Ze was echt heel moe. Hey Ann, ga je mee in bed liggen? Oké, de vraag bij iemand anders. Oké, ik heb een vraag. Hoeveel kanten heeft een doos? Gewoon een vierkante doos, jongens. Hoe moeilijk is dit? Dit was nog niet eens de vraag. En het loopt hier al vast. Het is laat, ik weet het, maar... 6. Ja, goed zo. Oké, hoeveel kanten heeft een dobbelsteen? 6. Oké. Hoeveel kanten heeft een bal? 1. Nee, geen kant. 2 kanten, binnen- en buitenkant. Maar de doos groot. Fuck, ja. Zoals je merkt zijn we een beetje vervelend. Op de een of andere manier, als je het voetbalspel speelt, word je altijd vervelend. We hebben het nu 3 avonden in totaal gedaan. En elke keer waren we heel vervelend. Anna die heeft al de autosleutels gepakt en die is al in de auto verder gaan slapen. Moet je kijken, hè? 12:30 s'nachts. Kut, sorry, wacht. Oké, goed, ik kan het nog wel. Nigel, jij bent basketballer, leuk spelletje. Gooi hier in dit. Goed genoeg.
Hey, fijne avond jongens. Ik moet nu hier eventjes bij, want ik moet mijn kaartje betalen. Je hebt altijd 2 uur gratis. En ik ben benieuwd hoeveel uur ik hier nu ben geweest. Het is nog 5 euro. 4 uur en 10 minuten. En 10 minuten ervan was serieus springen, dus 4 uur lang hebben we dat spelletje gespeeld. En moet je ook kijken hoe vies de auto is. Het is een beetje woestijnzand en het heeft geregend. En dat vormt samen heel veel viesheid op je auto. En het was gisteren zo laat en Anna was sowieso heel moe. Maar ik was ook heel moe, dus ik ben gelijk mijn bed ingekropen. En gisteravond heb ik wel nog heel eventjes dit geprobeerd. Maar het ging gisteren dus niet goed. En ik hoop dat het nu, ochtend, verse start, gaat goed! Ja hoor. Ja hoor. Nee hoor. Anna. Kijk hoe goed ik dit kan. Wauw. Daten? Nee. Ah. Maar als het nu nog een keer lukt, dan wel? In één keer. Oké, in één keer. Ah, kut. Ik sloeg daar. Sorry. Goed, ik kan het wel een beetje. Het gaat steeds beter. Ik heb denk ik nu 1 van de 5 keer dat ik hem echt goed onder controle hou en kan gaan slaan. Ik moet alleen dus dat slaan oefenen. Ik sloeg eerst met mijn hele hand de hele tijd zo er tegenaan. Maar het blijkt dus dat je met 1 vinger zeg maar moet slaan. Want dat blijkt dus dat dat beter is, want dan sla je hem niet van je vinger af. Dat heb ik gisteren geleerd, dus dat ga ik vandaag weer verder oefenen. Maar dit is wel de video van gisteren. Dus voor deze video leuk. Doe een duim omhoog. Vond je het net? Kijk je leuk. Subscribe. En dan zie ik de volgende keer weer bij de volgende video. Later. Oeh, stinkt scheet. Ruik je dit?